In de vorige video hebben we deze korvenmachine bekeken. We hebben het ingeregen. Nu wil ik graag een aantal eigenschappen aanwijzen. We beginnen met de voetdruk. Hoe je die kunt afstellen. Aan de bovenkant van de machine zie je hier een stelschroef. Hiermee kun je de persvoetdruk verstellen. De persvoetdruk bepaalt hoe zwaar of hoe licht het voetje op je stof uh, drukt. In de fabriek wordt de voetdruk afgesteld voor middelzware stoffen. Het schroefje steekt 10 mm uit vanaf de bovenkant van je machine. Deze afstelling is geschikt voor de meeste projecten, maar mocht je problemen ondervinden met veel lage, dikke stoffen die niet goed worden getransporteerd, dan kun jij de persvoetdruk verhogen. Als je met heel dunne stoffen werkt, dan kun jij eventueel de persvoedruk verlagen. Het voetje drukt minder hard op de stof en zo voorkom je ook uh, gerimpel. Dus even samengevat: met de klok mee draaien, je verhoogt de druk, je krijgt meer grip op je stof. Dit is voor dikke stoffen of veel lagen. Je schroefje steekt dus minder dan 10 mm uit. Draai je tegen de klok in, dan verlaag je de druk. De stof krijgt meer ruimte onder de voet. En dat is dus geschikt voor zeer dunne of zeer rekbare stoffen. En je schroefje steekt dan meer dan 10 mm uit. En nu de naalden. Welke naalden moet je gebruiken? Hier op deze machine staat het duidelijk aangegeven op een sticker. Maar je kunt het altijd in de handleiding terugvinden. Dit zijn dus de geschikte naalden. Je kunt hier het systeem, het naaldensysteem zien. Dat is ELX705 in dit geval. Deze naalden zijn dus speciaal bedoeld voor uh, covermachines. De afkorting SUK verwijst naar de ballpoint, dus geschikt voor tricotstoffen. CF staat voor chrome finish. Dat maakt de naalden wat duurzamer. Ze gaan een stukje langer mee. Um, dit is dus belangrijk dat je uh, hierop let. Uh, ter vergelijking, hier heb je een doosje universele naalden. En je ziet dat de referenties anders zijn. Dus dat is niet dezelfde code. Uh, voor deze machine kun je beter uh, geen universele naalden gebruiken. Want er staat duidelijk dat je uh, dat systeem moet gebruiken. Maar het kan zijn dat je zelf een covermachine hebt, waarmee je prima met uh, gewone naalden Kunt stikken. Dus dan moet je gewoon in je handleiding gaan kijken welke naalden het, uh, het best geschikt zijn voor jouw machine. Een steek beginnen en eindigen aan en afhechten dus. Ik heb de machine ingeregeld met dezelfde kleur als op het schema voor de duidelijkheid. Iets wat ik vorige keer uh, verkeerd begreep: je kunt de draad van de grijper gewoon laten hangen. 10 centimeter afknippen en gewoon laten hangen. De naaldraad aan de kant, de grijper weer op zijn plek, deksel dicht. We kunnen beginnen. Voetje omhoog. Stof onder het voetje, voetje omlaag. De draadjes blijven aan de bovenkant. De draadjes worden straks meegenomen onder het voetje. En die gaan we later afknippen. Dus nu kunnen we beginnen met stikken. Kijk, nu na de eerste stiksels kan ik de draadjes afknippen. Oké, okay, ik ben klaar. Ik wil graag afhechten. Ik zorg eerst dat de naalden in de hoogste positie komen. Dat doe ik met mijn handviel. Daarna voetje omhoog. En ik pak een pincet of een scherp voorwerp. En ik ga onder het voetje. En dan trek ik de naalddraden naar voren. Klein beetje kracht opzetten, maar dat moet uh, makkelijk meekomen. Die ga ik afknippen. En daarna, je voelt een beetje weerstand. Maar wat je moet doen is de, het naaiwerkje rustig, maar een beetje stevig naar achteren trekken. En wat je doet, is dat de naalddraden naar achteren worden meegetrokken Wat dus je krijgt is dus een heel mooie afwerking aan de bovenkant. En aan de achterkant zie je dat al je draden op dezelfde plek zijn. En nu kunnen we de grijperdraad doorknippen. En dat is het resultaat. Mooie steek aan de bovenkant. En aan de achterkant zie ik wel wat dingetjes die ik later wil aanpassen. Maar dat is voor straks. Even samengevat: persvoet omhoog. Naaiwerk onder persvoet schuiven. Persvoet omlaag. En dan stikken. Die, draadjes, die naaldraadjes kun je nu even afknippen. En verder gaan met stikken: naalden omhoog met het handwiel. Persvoet omhoog en met een pincet of een priem onder het voetje schuiven en de draden naar voren halen. Naaldraden doorknippen. Het werkje naar achteren trekken. En je ziet de naaldraden worden naar achteren meegetrokken. En nu kun jij de grijperdraad doorknippen. Op je covermachine kun je twee soorten steken steken: de deksteken en de kettingsteken. De keuze van de steek bepaal je door één of twee naalden uit te halen. Ik heb al deze geprobeerd, dus de coversteek met drie naalden en de grijper. Nu ga ik andere deksteken testen met twee naalden en de grijper. Um, laten we met deze beginnen. Dus ik haal de linkernaald eruit. Zoals je kunt zien hangen de naalden niet op gelijke hoogte. Het is een beetje schuin. De linkernaald is langer of hangt lager dan uh, de andere naalden. En ik wil deze eruit halen en dat lukt me niet, want ik heb te weinig ruimte tussen de naald en het voetje om uh, mijn tool te gebruiken. En ook als ik het voetje omlaag uh, zet, heb ik toch nog steeds te weinig ruimte. Dus wat ik kan doen, is uh, het voetje eraf halen. Zo, door achter op dat knopje te drukken. En nu heb ik genoeg plek om uh, de naald in de opening te schuiven van mijn uh, naaldindreiger. En nu kan ik gemakkelijk de naald eruit halen zonder het risico dat uh, die in, het, in de machine valt. Nou, het gele garen doet niet meer mee, dus ik haal zo meteen ook het, uh, de klos eraf. Hoe zet ik het voetje terug? Ik leg het voetje net onder de inkeping en ik haal de voethouder omlaag. Ik hoor een klik en nu zit hij weer vast. Ik ga nu de deksteek testen met de middelste en de rechter naald. Een smalle deksteek. Of je nu de linkernaald of de rechternaald eruit haalt, maakt niet zoveel verschil. Het is gewoon een smalle deksteek. Nu wil ik graag de brede deksteek uitproberen door de middelste naald eruit te halen. En met de linker en de rechter te stikken. Ik ga dus de linkernaald weer terug plaatsen. Net als met je naaimachine de schacht. Met de platte kant naar achteren helemaal naar boven schuiven. Helemaal omhoog schuiven, zodat je niet meer verder kan, en dan een schroefje vastmaken. En nu krijg je hetzelfde probleem als zojuist. Je hebt te weinig ruimte tussen de naald en het voetje. Dus voetje eraf. Toel aan de kant en weer voetje vastmaken. Oké. Okay. Ik krijg alvast de linkerdraad in. En nu haal ik het midde, de middelste naald eruit. Zo. Dit is dus de brede deksteek. Dus twee rijen rechte steken, iets verder van elkaar verwijderd, en de achterkant ziet er ook mooi uit. En nu wil ik de kettingsteek uitproberen. Dus de kettingsteek kun je met uh, een van de drie naalden steken, het maakt in principe niet zoveel uit welke. Um, dus ik haal één van die twee naalden eruit, namelijk de rechternaald. Dus zo ziet de kettingsteek eruit. Aan de bovenkant een rij rechte steken. En aan de onderkant iets wat lijkt op een ketting. Het voordeel van deze steek is dat hij rekbaar is, uh, sterk en dat hij gemakkelijker uit te halen is dan een steek die je met de naaimachine naait. En toch ziet het er aan de bovenkant hetzelfde uit. Nou, nog snel over de spanning. Uh, de spanning is erg verschillend uh, per machine. Dat is iets wat je zelf een beetje mee moet gaan experimenteren, uitproberen. Hier bijvoorbeeld, als ik naar mijn steek kijk, vind ik de draadspanning uh, van de naaldraden vind ik iets te los. Dus dan ga ik proberen die wat strakker te maken, totdat ik tevreden ben. Niet bang zijn om aan die knopjes te draaien. Um, wat wel belangrijk is, is om elke keer als je iets probeert, maak daar een aantekening van. Dus schrijf uh, naast de steek wat voor spanning je dan hebt gebruikt als referentie voor later. Want dan weet je niet meer hoe en wat. Dus het is belangrijk dat je dat goed registreert. Hier bijvoorbeeld schrijf ik op wat de spanning is van de naaldraden en van de grijper. En nu ga ik iets uitproberen, ga ik de spanning wat strakker maken. Om te kijken of het, uh, of het er beter uitziet. En of ik daar tevreden mee ben. Dus ik zie niet echt een duidelijk verschil. Misschien ietsje strakker. Dan schrijf ik op hoeveel het was. En dan probeer ik uh, iets anders. En zo leer ik de machine goed kennen. En hou ik bij met welke spanning op welke stof het beste werkt. Kijk, ik heb een heleboel uh, proefstukken gemaakt, proefstukken gesteekt met verschillende spanningen. En dat heb ik overal uh, opgeschreven aan de achterkant. Bij elk nieuw project kun je bijvoorbeeld met verschillende stoffen de instellingen gaan uitproberen. En hou je daar een soort van catalogus?